brandstof is weer een klein beetje betaalbaarder geworden. De overheid heeft namelijk de accijns verlaagd. Vanaf vrijdag 1 april is de accijns op benzine 17 cent lager en op diesel 11 cent. Ondanks de verwachte drukte ging niet iedereen vandaag speciaal naar de pomp. Nee, ik moet gewoon tanken. Normaal ga je naar Duitsland en nu kan je hier gewoon tanken. Nee, want ik kom hier altijd, maar ik wist wel dat het vanaf vandaag goedkoper zou worden. Helemaal niet, want het is nog steeds veel te duur. Dus ik rij wel minder auto. Nee, want toevallig was die leeg. Dus ja, maar ik ga hem niet vol tanken, maar gewoon, ja. Het is nog steeds duur. Ik wacht nog, misschien dat hij nog goedkoper wordt. De accijnsverlaging geldt voorlopig tot en met 31 december.